Oh, wie loopt daar nou binnen? Zij ziet er wel goed uit trouwens. Ze heeft... Holy shit. Yo, mensen van Scatter Games. We gaan weer door met The Sims 3, Sims 4. En ja, de vorige keer. De part begint gelijk al goed. We zijn level 5 met programmeren. We kunnen nu, wat kunnen we nu doen? Freelance werk doen. Nice. Geen idee wat het is, maar oké, we kunnen het. Sorry. Ik moest een boertje laten. Brian moet straks naar het werk. Hij is zelfverzekerd. Oh ja, dat werd hij ervan. Hij werd er zelfverzekerd van als hij sport ging kijken. En Tom loopt hier lekker in zijn onderbroek lekker tv te kijken met Brian. Helemaal prima. Weet je, I don't fucking care. En als Brian aan zijn werk is, gaat hij naar de club. En gaat hij een vriendin zoeken. Want ja, waarom niet? Tom heeft ook een vriendin nodig. Anders raakt hij in diepe depressie. En hij heeft ook zijn eerste keer seks nodig. En ja, ik kan het weten, want... ja, nou, ik ben hem. Nou ja, ik speel mijn eigen personage en ik vind dat hij gewoon ook een keer geil mag zijn. Dat mag ik wel, want Brian is dat al lang geweest en die heeft gewoon een dikke vriendin. Heel erg goede relatie, zo te zien. Dus ja, Tom, wat ben je, Brian, hoe laat moet je werken? Jij moet over een uurtje, klein uurtje werken. En jij hebt dit allemaal vol, dus niks aan de hand. Dus als je even door gaat praten en Brian wordt weer gebeld. Geen idee door wie, maar het zal wel. Ja, ga je werken? Nice. Oké, Brian gaat werken. Oké, nu kunnen we eigenlijk mee bezig zijn met Tom. Tom hoeft niks. Het outfit, hij gaat zijn feestkleding aandoen. Watch this. Oh yeah. Tom de feestbeest. Let's go out. Reizen. Let's go. We gaan het doen. We gaan een vriendin voor Tom zoeken. Wat een dikke telefoon heeft hij trouwens. What the fuck? Wat belt hij? Oh, geen idee. En natuurlijk, zoals altijd, gaan wij naar deze club. De Blue Velvet, of course, want daar zijn de lekkere wijven. Tenminste, hoop ik. Ik wil niet met een, ja, I don't know. Oh, even lekker uitstrekken hoor. Kacha! Zo. Welcome home. Er staat er gelijk al iemand. En... zij wordt het dus niet, in ieder geval. Wie is dat? Oh, zij is wel leuk. Zij is, moi. Een aardige introductie doen. Laten we gaan. Weet je? Oh, kijk. Oh, dat is Brian's vriendin. Hallo. Zullen we met haar flirten? Nee, dat is zielig. Ga niet met haar flirten. Dat is wel heel lullig. Is dat haar stem? What the fuck? Aardige introductie. Oh, wie loopt daar nou binnen? Zij ziet er wel goed uit, trouwens. Ze heeft... Holy shit. I see what you did there. Dit wordt hem. Dit wordt hem sowieso. Ga eens even met haar praten. Ga eens even met haar praten, Tom. Oprecht compliment geven. We doen het rustig aan. Creatief ideeën delen. Opfleuren. Meer vriendelijk. We beginnen met vriendelijk. Leren kennen. Oh, nee, niet rollen. Niet rollen, dat is niet goed. Niet rollen. Niet roddelen. Holy shit. Vriendelijk. Interesses bespreken. Kijk, we maken een beetje... Kijk, nu... Wat er dus net gebeurde. Ik moest even eten. En dat moest snel gebeuren. Dus ik ben nu een kwartier verder. Zo, sorry. Dus ik ben helemaal van mijn apropos. Maar we gaan gewoon verder met de part. Holy shit, even op adem komen. Ik heb gerend en gegeten als een motherfucker. Oh ja, we waren met haar aan het flirten. Oké, ja. We waren een vriendin aan het zoeken. Laten we gaan flirten. Sorry, ik moet even op adem komen. Holy shit. Oh shit, oh shit. Oké, nee. Dat was niet goed. Oké, excuses aanbieden. Rustig aan. Oké, het was nog niet goed de tijd. Oké, vraag hoe het dag was. Over grap over ping vertellen. Ja, doe maar joh. I don't care. Vriendelijk, even kijken. Creatieve ideeën delen. Probeer om te kletsen. Wat is dit? Diepe band, door gezegd te doen. Mooi. Discussiëren, interesses bespreken. What the fuck gebeurt hier allemaal? Al die mensen! Even kijken of ik eindzoekganger een snot. Nee. Laten we... Versietruc. Laten we proberen. What the fuck? Ik ben boos gevoelens overgehouden aan... Oh shit. We worden alleen maar boos naar. Ik denk dat dit hem niet gaat worden. Dit gaat hem niet worden, mens. Oh shit. We verneuken het. Ze is een eindzoekganger en ze is een snop. Dat is niet goed. Shit. Oh, wie komt er nou binnenlopen dan?
Cassandra van de Kerkhof. Oh, ze is een tiener. Never mind. Ik ben geen pedo. Oké, okay, dit is Brian's vriendin. En wie is dit? Aardige introductie. Wie is dit daar trouwens? Zij ziet er ook wel niet verkeerd uit. Oh, Eefje voelt zich boos. Oh, ze voelt zich weer blij. Oké, okay, helemaal mooi. Nee, leren kennen. Leren kennen. Niet boze dingen. Hoe lang ben je nog boos? 4 uur. Gewoon. Meer keuze. Vriendelijk. Creatieve ideeën delen. Gewoon lekker bijpraten, joh. Eefje van Vliet. Oké. Meer keuzes. Vriendelijk. Interesses bespreken. Nou, weet je, we gaan gewoon even kijken of ze... Tom is te boos om dit te doen. Ja, verdomme Tom. Niet chill, jongen. Niet chill. Creatieve ideeën bespreken. Vraag hoe het dag was. De games bespreken, joh. I don't care. Interesses bespreken. Even veel met te praten. Dan kunnen we elkaar tenminste nog laten bellen. Op zijn minst. Field. Saaie discussie. Oh, shit. Oké. Okay. Nou, dit is niet erg. Kijk, nu kunnen we dit tenminste doen. Versierdruk. En dan, liefde. Vraag of ze een vrij... Misschien is ze helemaal niet vrijgezel. Dus dat voelt zich verveeld. Oh, shit. Voelen zich allebei verveeld. Oh, fuck. Oh, ze voelt zich beschaamd. Oh my god. Shit. Dit gaat echt niet goed. Dit gaat niet goed. Eefje is wel vrijgezel. Opfleuren. Een oprecht compliment geven. We moeten dit wel fixen. Want zij is niet verkeerd. Ze stond wel zo van een streep door mijn hoofd. Maar I don't care. Weet je? Fuck. Ik hoop dat we dit kunnen fixen. Yes. Soepel herstel. Soepel herstel. Zo soepeltjes. Flirten. Let's try it. Ze voelt zich gewoon een beetje beschaamd. En ze voelt zich nu boos. Rustig. Oké, dat flirt is misschien niet. Laten we naar huis gaan. We hebben nu een relatie met haar. Nog niet heel goed. Maar I don't care. Huishouden. Nee, reizen naar huis, please. We kunnen toch niet anders veel doen. Ze is boos. Shit. Oké, stop it. Stop it. Stop it. We hebben haar een beetje verneukt. Fuck. Tom, je bent echt slecht. In dit soort dingen. Ik moet Tom nog wat even bijleren. Want met Brian ging het zo smooth in één keer. In mei heb ik al 2 vrouwen gefaald. Ah, misschien ben ik niet gemaakt voor het vrouwenleven. Nou, morgen weer een dag. Morgen weer proberen. Nieuwe vrouwen, nieuwe kansen. Hopelijk kunnen we dat wel doen. Want ja, pottenmakersheuvel. Smit. Oké, okay, dat faalde kapot hard. Maar I don't fucking care. Oh, wat gebeurt er met mijn muis? Stofdeeltje onder. Even kijken. Openen. Is er wat bedorven? Nee, we nemen lekker een vistacootje. Waarom ook niet? En je hebt, voor de rest heb je honger. En alleen even douchen. Oké, okay, nee, prima joh. Na het eten even douchen. En dan ga je toch lekker slapen joh. Want nou ja. Je mag verdrietig zijn, want je hebt keihard gefaald in een vriendin zoeken. Brian! Welkom thuis. How you doing? Brian heeft een snipperdag verdiend. Een snipperdag? Wat houdt dat in? Beschaamd. Beschaamd door werk. Je hebt jezelf voor aap gezet. Lul Brian. Je bent ook weer echt lekker bezig. Nice. Oké. Okay. Het gaat goed met Brian op zijn werk. Heel nice. Het valt nog te redden. Hij voelt zich een beetje beschaamd. Maar ja, weet je, als een stand-up comedian, dan sta je wel eens voor lul. Weet je, dat is gewoon een feit. Sorry, maar het is zo. Ja, ik ga maar lekker door tot je klaar bent. Dan ga je pissen en dan ga je daarna maar lekker... Of nee, wacht. Je neemt ook niet eerst even een douche. Misschien wel handig. Nee. Stop. Je gaat eerst even pissen. Ga je daarna douchen. Ah, doe ook maar even je tanden poetsen. Misschien wel gezond. En daarna ga je lekker slapen. Waarom ook niet? Ja, moet toch gebeuren, hè? Nou, ga lekker... schiet op met je douche. Zo. Tandjes poetsen. Trrr, klaar. En ja. Hij voelt zich zelfverzekerd. Door tanden poetsen voel je je zelfverzekerd? Oké. Okay. Dat heb ik nooit in de ochtend. Ik heb nooit, dan word ik... Als ik wakker heb, weet je. En dan tanden poetsen voel ik me ineens zelfverzekerd. Heb ik nooit om een of andere reden. Heel raar. Maar in ieder geval, de volgende part gaan we kijken wat er gebeurt. Gaat Tom een vriendin vinden? Deze keer wel, hopelijk. En gaat Brian promotie maken? Dat zien we de volgende keer. Of komt er een asteroïde op ons huis? Dat weten we ook niet. We gaan het de volgende keer zien. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik check jullie later. Peace. Oh, en vergeet als je dit video leuk vindt en blauw duimpje geeft. En vergeet ook niet te abonneren voor meer Sims 4 video's. Maar in ieder geval later. Doei. Nou. Doei.